Hallo, mijn naam is Eefje Verswijveld. Mensen vragen mij wel eens wat ik gestudeerd heb, welke diploma's ik heb, welke achtergrond dat ik heb. Omdat ik heel wat werk verricht rond psychologie, traumapsychologie en noem maar op. Dus mensen zijn dan heel benieuwd naar de achtergrond. Nu, ik ben niet van de mening dat diploma's en opleidingen en achtergrondstudies de waarachtigheid of betrouwbaarheid en deskundigheid van iemand bepalen. Maar om een antwoord te bieden op die vraag, ga ik dat hier toch even toelichten. Ik heb in mijn jeugdjaren assistent in de psychologie gestudeerd. Tegenwoordig heet dat toegepaste psychologie. Dat wil zeggen dat je psychologisch geschoold wordt en dat je vooral getraind wordt in het leren ontdekken en onderzoeken wat is er aan de hand. Hoe ervaart iemand iets? Hoe functioneren die hersenen? Hoe zit dat met de beleving van iemand? Hoe kan je op basis van wat je iemand ziet doen, hoort doen, observaties, bevindingen, noem maar op, hoe kan je iemand zijn profiel in kaart brengen? Dus hoe kan je eigenlijk achterhalen hoe iemand functioneert en waar het daar knelpunten zitten of moeilijkheden zitten? Daarin word je dan vooral getraind. Ik had een enorme voorliefde voor neuropsychologie en de neurowetenschap tijdens mijn studies. Dus ik ben dat ook altijd voor mezelf blijven verdiepen en exploreren. Vooral aan de hand van zelfstudie. Ik heb me heel sterk verdiept ook in het werk van Oliver Sacks, waar ik een geweldige neurowetenschapper vind. Daarna, na de studies assistent in de psychologie, heb ik een 5-jarige opleiding gevolgd, psycho-energetica. Bij psycho-energetica, voor mij bouwde dat verder op de psychologie in die zin dat er heel veel van de Jungiaanse psychologie aan bod kwam. Maar in de psycho-energetica gaat het eigenlijk ook over de psychologie van wie wij zijn als mens, hoe wij functioneren, hoe wij in het leven staan, door wat wij allemaal beïnvloed worden. Maar vanuit een holistisch kader. Dus daar ontmoet de wetenschap eigenlijk ook de spiritualiteit of de esoterie. Alles is daar wetenschappelijk onderbouwd in die opleiding, maar het verklaart fenomenen en daden en gedachten en gevoelens van mensen vanuit een veel ruimer perspectief. Dus een mens wordt daar niet als individu of biologisch wezen alleen gezien. Dat gaat veel verder dan dat. Ja. Heel die opleiding is eigenlijk gestoeld op de kwantumfysica. Dus de voorgaande wetenschappelijke studies zijn vooral gebaseerd op de Newjaanse of Newtoniaanse wetenschap. Daar zijn ook de opleidingen psychologie nog op gebaseerd. Terwijl in de psycho-energetica zijn we eigenlijk al een stap verder. En dan gaan we het kwantumfysische veld vooral verkennen. En dat is wel heel belangrijk om te weten, omdat in al het werk wat ik doe, combineer ik alles wat ik heb geleerd. En werk ik ook vooral vanuit de kwantumfysica en niet zozeer vanuit de Newtoniaanse wetenschap. Ja. Dat zijn de twee grootste opleidingen die ik gevolgd heb, denk ik toch, die het meest tijd in beslag hebben genomen. Want ik heb nadien nog allerhande andere opleidingen gevolgd, allemaal holistische opleidingen. Die ook gebaseerd zijn op dat kwantumfysische veld. Zo heb ik een basisopleiding gevolgd, Touch of Matrix. Wat is Touch of Matrix? Ik zie dat of heb dat ervaren als een soort energetische osteopathie. Dus je kan als je bij een osteopaat gaat, die kan je geraamte kraken, je beendergestel terug helemaal in evenwicht zetten, alles terug soepel maken. De klassieke osteopathie, want osteopathie is ook veel meer dan dat. Bij de Touch of Matrix werken we ook weer met al die energetische velden en gaan we zonder dat we de persoon daarom heel specifiek gaan manipuleren, gaan we eigenlijk op een energetische manier heel dat beendergestelsel terug in evenwicht brengen. Maar niet alleen dat beendergestelsel of je geraamte, dat gaat veel verder. Dat gaat ook over je emoties, over je gedachten, over het herprogrammeren. Dus daar zit ook een stukje NLP in of neurolinguïstisch programmeren, komt ook aan bod. Ik heb daar de basis van gevolgd. Ik heb daar een tijd toegepast. Ik ben daar terug van afgestapt, omdat ik mij meer kon vinden in andere behandelmethoden.
Wat heb ik nog gevolgd? Soul Body Fusion bij Jonet Crowley. Soul Body Fusion, dat is eigenlijk vooral door de manier van contact maken en je emotioneel te verbinden met iemand. Kan je ervaren hoe jezelf en die ander in voeling komt, dat eigenlijk je ziel, je essentie contact maakt met je lichaam. En dat is ook een belangrijk gegeven vanuit de traumapsychologie, want als we trauma meemaken, gaan we afsplitsen. Wij koppelen los, wij gaan weg van de pijn die ons lichaam opvangt. Ons lichaam is altijd overal bij. Dat neemt alles waar, dat registreert alles. En heel vaak koppelen wij los. En bij Soul Body Fusion ga je juist door de manier van helemaal aanwezig zijn in het moment, helemaal aanwezig te zijn met de andere persoon en daar ook fysiek door handen te geven of door de knieën aan te raken contact mee te maken, ga je die koppeling terugmaken. Dus eigenlijk je psyche, je geest, je ziel en je lichaam of je pijnlichaam. Ja. Dat is een hele korte opleiding geweest, maar ontzettend, ontzettend waardevol. Wat heb ik nog gevolgd? Ik heb een jaar de Germaanse geneeskunde gevolgd, genoemd de coöperatieve sensitieve geneeskunde. Wat is daar ook interessant aan? Dat is geneeskunde, maar niet enkel vanuit het medische model, waarbij vooral gekeken wordt naar symptomen, ziektebeelden, oorzaakgevolg binnen het lichaam. Nee, de Germaanse geneeskunde bekijkt dat holistisch. Maakt een koppeling tussen psychisch lijden, emotionele impact op het lichaam. Dus waarom ontwikkelen wij een of andere aandoening? Waarom reageert ons lichaam met een ziekte? Wat vaak ook een genezing is van iets, van een emotioneel trauma. Dus dat op zich vind ik ook ontzettend, ontzettend interessant. Ik ben geen arts, dus ik praktiseer de Germaanse geneeskunde niet in die hoedanigheid. Maar ik heb wel die visie en die visie neem ik ook mee als ik als psychotherapeut met mensen werk. Dus als er aandoeningen zijn, als er fysieke ongemakken zijn, zet ik altijd de bril op, ook vanuit de Germaanse geneeskunde. Om die verbanden te maken, om die linken te zien van oké, welk onderliggend trauma, welk onderliggend psychisch of emotionele lijden houdt daarmee verband. En ik werk dan niet op die fysieke aandoeningen of op die ziektes rechtstreeks. Wat artsen wel doen. Nee, ik ga kijken naar onderliggende emotionele en psychische lijden en daaraan werk ik met de mensen. Waardoor dat er vaak fysiek en rond gezondheid een positieve evolutie is. Ja. Ik schrijf uiteraard ook geen medicamenten voor, mag ik ook helemaal niet doen. Maar, en daarom vermeld ik dat, ik heb ook een klein, dat is een half jaar geweest. Om Sham gevolgd. Om Sham is een shamanistische vorm van homeopathie. Dus wil zeggen dat we eigenlijk op een energetische manier, ook weer vanuit dat kwantumfysisch veld, als dat Chinees is, sorry daarvoor, maar het is zo. Dus dat je vanuit het kwantumfysisch veld homeopathische remedies ontvangt en die specifiek op maat van je cliënt kunt doorkrijgen. Ja, dus je moet niet plantjes gaan liggen, brouwen. Je werkt niet met druppeltjes, je werkt niet met korreltjes, maar het is eigenlijk een energetische fine-tuning, download die je binnenkrijgt van een homeopathische remedie die specifiek voor die persoon bedoeld is. Ik gebruik Om Sham sowieso ook voor mezelf, maar het is ook iets dat ik heel geregeld, spontaan mee verwerk tijdens sessies. Dus als ik een remedie binnenkrijg, uiteraard ga ik die doorgeven aan de persoon waarmee ik werk. Soms kan ik dat ook heel bewust vragen om een remedie te ontvangen. En dan tune ik mij daarop in. Ook in het artistieke gedeelte zit vol homsham. Ja. Wat heb ik nog gevolgd? Aha, ik heb ook iets meer dan een jaar Sarafijn opleiding gevolgd. Nu heeft dat een andere naam, iets met Safe Embodiment Touch, denk ik dat het nu heet. En dat is specifiek gericht eigenlijk op trauma. Dus dat is een vorm van traumatherapie, dat is een lichaamsgerichte behandeling, maar ook weer holistisch. Het neemt heel de persoon mee.
in alle lagen. Dus heel uw wezen wordt daar eigenlijk mee in voeling gebracht, in bedding gebracht en wordt geheeld. Ja. Ik wou er nog iets over zeggen, maar het ontgaat mij niet precies. Nee, het ontgaat mij niet. Ik heb het. Wat ik heel fijn vind aan die methode, en dat is waarom ik die behandelingen nog steeds geef, is omdat dat werkt vanuit de empowerment van de mensen. Dus ik als therapeut of begeleider, ik ga niet bepalen waaraan gewerkt moet worden. Ik ga niet sturen, ik ga niet manipuleren, ik ga niet zeggen, die imprint, kom, we halen die imprint eruit, want jij hebt er last van. Het is niet aan mij om te zeggen hoe dat iemand verder in zijn herstel of in zijn genezing kan en mag evolueren. De persoon weet dat zelf. Het lichaam van de persoon weet wat er nodig is en gaat dat automatisch doen. Dat heeft alleen een veilige bedding nodig, een setting nodig, waarin dat het durft en kan helen. En dat is mijn rol als therapeut of als begeleider, om dat veld te activeren, neer te zetten, om die bedding te geven, om die veiligheid te doen ervaren. Ja. En dat is iets dat ik bijvoorbeeld bij de Touch of Matrix niet terugvond, omdat ik daar heel gericht zelf mocht bepalen, in overleg uiteraard met de cliënt, maar dat werd nogal mentaal gestuurd. Wat mag ik eruit halen? Ja. Ik heb daar niet de verdieping rond gevolgd. Ik ben ook geen touch of matrix therapeut, dus ik wil daar geen afbreuk aan doen, aan die vorm van therapie. Ik vertel alleen wat mijn ervaring daarin is geweest en waarom dat ik dat pad verlaten heb. Terwijl dat er af en toe tijdens mijn sessies wel zaken opkomen, waarbij dat ik ook knip heb, een touch of matrix even inzet, om dat nog verder los te maken. Maar alleen als ik dat aandient, omdat dat vanuit de persoon zelf aangegeven wordt. Maar misschien is dat bij Touch of Matrix net hetzelfde en heb ik dat toen gewoon anders ervaren. Ja, wat heb ik nog gevolgd? Ik heb nog een jaar lang Sound Healer course gevolgd. Sound Healer training. Dat is meer een shamanistische manier om mensen te begeleiden. Dat werkt met sound, met geluid, met klank. Zowel klank van de stem als ook met klankschalen, stemvorken. Ben ik ook voor gecertificeerd, dus ik mag uiteraard sound healings geven. Maar ik gebruik daarbij vooral ook weer dat energetisch werken. Dus tijdens sommige behandelingen ga ik meer die toer op en gebruik ik stemvorken, klankschalen en ook mijn eigen stem. Omdat ik dan weer, en dat is ook eigenlijk een home sham techniek, omdat ik dan die ingeving krijg om op een bepaalde frequentie toon te maken. Ja, zit ook weer allemaal binnen de kwantumfysica. Dus vind je dit zeer interessant, maar begrijp je daar niks van, verdiep je dan alstublieft in de kwantumfysica en je gaat wat ik nu zeg veel beter kunnen plaatsen. Ja. Wat heb ik zo nog gevolgd dat heel belangrijk is voor mij, omdat ik daar ook verder een aanbod rond doe, dat is de IOPT, de identiteitsgeoriënteerde psychotraumatherapie van Frans Roepert. Ik heb die opleiding niet bij Frans Roepert zelf gevolgd, maar wel bij iemand die zeer nauw samenwerkt met Frans Roepert. Bij wie ik dan de opleiding heb gevolgd, zowel de theorie als de praktijk. Dus ik geef ook mogelijkheid om zelfontmoetingen te ervaren. Ik gebruik de IOPT-methode ook om te werken aan trauma's. Maar ik ben niet gecertificeerd om heel die theorieën zo te geven. Dat doe ik ook niet. Wat ik wel doe, is datgene wat ik daaruit heb opgestoken, de ervaringen die ik heb, die ga ik wel vertalen. Daar maak ik wel video's over. Daar geef ik wel lezingen over. Daar geef ik wel educatieve filmpjes over. Maar dat is dan vanuit alles wat ik heb opgebouwd, alle kennis die ik vergaard heb her en der. En dat verwerk ik dan tot ja, een stuk mijn eigen visie, altijd wel gebaseerd of gestoeld op die wetenschap. Maar je gaat datgene wat ik zeg niet letterlijk terugvinden in de wetenschappelijke literatuur die er is, omdat ik verbanden leg. En ik maak er dan weer een nieuw concept van. Of ik bekijk de dingen vanuit mijn filter, vanuit mijn perspectief, waardoor ik andere accenten leg.
En dat is ook altijd heel belangrijk om te weten. Ik vind het ook belangrijk dat mensen zelf kritisch nadenken, dat ze voor zichzelf aftoetsen van waar kan ik iets mee? Dat neem ik mee, daar ga ik mee aan de slag. Datgene waar ik niks aan heb, geen boodschap aan heb, of dat ik voel, nee, dat klopt voor mij niet, laat dat dan ook alstublieft. Laat dat gewoon voor wat het is. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat je van elkaar leert en dat je door die resonantie die daar is, de bioresonantie, want daar is heel de kwantumfysica op gebaseerd, dat je op basis van die resonantie verder in voeling komt met jezelf en met jouw pad van genezing en herstel. Dat was er even als een sneltrein door. Ik ben waarschijnlijk her en der nog iets vergeten van andere opleidingen die misschien minder impact op mij hebben gehad. Of die ik nu niet zozeer integreer in het werk dat ik doe. Maar voor degene die wilde weten wat is mijn achtergrond, ik hoop dat ik jullie daar nu een beter beeld van heb gegeven en dat jullie daar mee verder kunnen. Voilà, dat was het voor zover.